Ja, waren wij een uurtje geleden nog in het stadskantoor. Nu zijn we in de Schaapmanstraat beland, Peter. Want ja, hier is ook weer een feestelijke gebeurtenis gaat hier gebeuren. Hè? Nieuwbouw, hè? Hier stonden eerst gestapelde woningen, een stuk of 19, die zijn afgebroken. Nu zijn er 10 eengezinswoningen gebouwd. En de eerste sleutel wordt vandaag overhandigd. Dat is een van de laatste nieuwbouwprojecten in Crispijn, dus toch wel een momentje. Nou, we gaan kijken hoe de bewoonster de sleutel gaat overhandigd krijgen. En ja, voor het complete verslag vanavond kijken om 6 uur in het nieuws.